Er zijn beroepen waarvan je bestaan niet eens vermoedt. Aan mij de taak om zo'n vreemd vak één dag lang uit te proberen. Deze keer de Lego-artiest. Ik ben in België, vlakbij Antwerpen, in deze speelgoedwinkel. Is heerlijk, even rondlopen in een speelgoedwinkel. Dit is vet. Dit is die gast van Harry Potter. En vind je hem mooi? Hi. Hallo, ik ben Dirk. Klaas. Ah, Dirk Dunoyel. Helemaal, ja. Lego-artiest. Ja, deze heb ik gemaakt. Echt waar? Ja, ik kan het bewijzen. Kijk. Ik zit erin. Zie je het niet? Nee. Ja, misschien een beetje achteruit gaan staan of ogen samenknijpen. Ogen samenknijpen? Ja. Ik was wel een pak jonger. Dat is gewoon jouw gezicht. Wat vet. Ik ben vandaag jouw beroep. Dus? Ja, en ik kijk daar naar uit. Ja? Kom je mee? Zeker. Dirk Dunoyel is Lego-artiest. Hij is een van de 14 die wereldwijd een certificaat hiervoor heeft. En dus professioneel met dit speelgoed mag spelen. Tadaa. Hij heeft onder andere de hoofden van Laurel en Hardy gebouwd. Oh, hoeveel Lego-stukken zit hierin dan? Ja, ongeveer 5000. In deze een beetje meer dan in die natuurlijk. Ja, precies. Wat is dit? Oh, een hotel. Het Hilton Hotel in Parijs, wat we vorige zomer hebben gemaakt. Oh, wacht eens, dit is ook helemaal Lego. Zelfs het kastje is Lego en het kan ook gebruikt worden. Mooie huisjes. Dat is gebaseerd op een schilderij wat daar hangt. Dat is van een Italiaanse schilder en die wilde dit in 3D. Wacht even, dus jij krijgt gewoon opdrachten van mensen die zeggen... Hey, wil jij dit of dat van Lego bouwen? Dat is je werk. Dat is mijn werk. Dat is toch een geweldig beroep. Mensen vragen mij om Lego met Lego te spelen. Fantastisch. Elke persoon op aarde bezit gemiddeld 86 Lego-steentjes. In totaal zijn er meer dan 4 miljard Lego-poppetjes op aarde. Dat is meer dan de helft van alle inwoners op onze planeet. Hallo. Hier in het atelier van Dirk liggen er alleen al 3 miljoen van die blokjes. Genoeg steentjes om mee aan de slag te gaan. De instapoefening is altijd maak jezelf. Mezelf namaken. Oké, dat is interessant. De bedoeling is dat we deze foto... overbrengen op deze plaat. Dit zijn de 48. Dat zijn de 48 x 48. Hier moeten we ook 48 op 48 hebben. Ja, oké, dus deze foto heeft hetzelfde formaat als dit ding. Ja. Dit gaan we lukken. Dit zou in theorie moeten lukken. Ik kom straks eens kijken of het gaat. Ja, veel plezier. Dit gaat wel, joh. Dit is echt... Volgens mij is dit gewoon de Lego-hemel en dit is mijn afdeling. En ik sta elke dag uren voor de spiegel, dus dat plaatje namaken kan geen probleem zijn. Oké. Nou, gewoon naar beneden. Eerste vakje. Succes. Dit is best ingewikkeld. Die witte buitenkant gaat nog wel, maar die binnenkant is echt best wel lastig. Ik moet geen fouten maken. Nee. Ja, geen fouten maken dus, Klaas. Oké, dit heb je niet gezien. Omdat al die dingen op elkaar lijken... weet je niet meer precies waar je zit op het veld, dus dat is... Wat doen die gasten, weet je? En vooral snel, want dit gaat natuurlijk 10 jaar duren zo. Nee. Kom op, Klaas, even de tanden erin. Dit kan zo niet de bedoeling zijn. Ja, dat klopt. Controle en assistentie. Controle en assistentie. Oh, jij hebt iets wat ik nodig heb. Een andere handige tool is de stift op de plaat uittekenen. Dat is handig! Ja, precies. Oh, kak. Klopt gewoon weer niet. Alvet, 4 uur later. Wel bijna klaar, maar echt kapot op. Maar ik ga hem nou volmaken ook. 1. Klaar. Dirk! Ja! Hij is klaar. Ik zie er alleen niks in. Ja, jawel. Van op een afstand kijken. En moet ik nu zeggen of hij juist is ook? Zo? Dus noods een beetje... Ja! Ja! Met je ogen dicht werkt het gewoon. Ik herken mezelf. Ik zie een klein foutje hier. Ja, die pluk haar. Ja, maar die had ik platgedrukt op mijn hoofd. Ja, maar dat is niet erg. Dat is een dichterlijke vrijheid. Artiesten, hè? En dan mag je van jou in de plaats. Echt waar? Fantastisch. Dankjewel, man. Ja, top. Hoi. Kan ik aan de slag als Lego-artiest? Ik dacht het wel. Ik sta gewoon in de winkel.
Bye-bye.